tattoo chat. Ah! Hebben ze het helemaal versierd? Ja, een beetje bruidelaarsjes heb ze al. Hoi! Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Wij lopen in de garage, zoals je ziet, allemaal auto's. En wij gaan uit eten. En Corina, waarom gaan wij uit eten? Omdat wij elkaar sinds gisteren 12, 13 jaar kennen. Ho, ho, ho! Je maakt een foutje. Ik vind alvast een beetje je verjaardag morgen. Klopt. Dus, feiten. Gisteren kenden wij elkaar 13 jaar. Morgen ben ik jarig. En dinsdag haal ik mijn rijbewijs. Dinsdag haal jij je motorrijbewijs. Gaan we vanuit. Ja. En dus gaan we dat eventjes allemaal vieren. Dus we gaan lekker uit eten bij Uno. Kennen we nog niet, dus we zijn benieuwd. Tapas, maar dan Italiaans. Tapas, maar dan Italiaans ja, en anders. En bitterballen en weet ik het allemaal. Dus we zijn benieuwd. Lekker! Het is kwart over zes, half zeven inmiddels. En het is 13 december 2018. Wat betekent dat? Papa, goedemorgen. Wat betekent dat? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ja, volgens mij wel. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Gefeliciteerd, lieve, met je verjaardag. Ik ben jarig vandaag. Yeah. In de gloria. In de gloria. Hippie-biep, hoera! Hippie-biep, hoera! Hippie-biep, hoera! Oh. Maar goed, dus dank u wel voor deze mooie toevoeging. Alsjeblieft. 22. Wordt al grijs. Maar in elk geval, ik ga vandaag gewoon werken, want ja, ik kan wel thuis gaan zitten, maar dan ben ik helemaal alleen, dus dat heeft ook geen zin. Dus ik ga lekker werken en morgen ben ik vrij. Het is een jarig, hoera, hoera, gelukkig door. Oh, dat is onder muziekje. En morgen gaan we met z'n drieën. Ik zien en we blij. Ze leven lang, hoera, hoera, ze leven lang, hoera, hoera, ze leven lang, hoera, hoera. Goed, dus wat wilde ik ook weer zeggen? Morgen gaan we met z'n drietjes even naar de Orchideeënhoeve, papa, mama en ik. Gaan we even een leuk dagje van maken, ook een beetje mijn verjaardag vieren. En er is daar een leuke kerstmarkt, dus superleuk. Ik heb nu eventjes een feestontbijt op deze ochtend gemaakt. Ja? Ja? Let op. Bam! Lekker hoor, paprikaatje, komkommertje en een broodje met... Ik wil kaas! En een theetje. Dus daar ga ik even van genieten. Hoe leuk is dit? Kom ik op mijn werk? Kijk nou! Hebben ze het helemaal versierd? Hiep, hiep, hoera, Bo, 22 jaar, ook helemaal hier. Nou, wie heeft dit gedaan? Overal? Oh my god! Nou! Hoe leuk is dit? En ik heb zelf ook mijn 22 dingen meegenomen, dus die ga ik er ook nog bij zetten. Nou, dat vind ik echt, dat kan ik echt waarderen. Wat leuk, jongens! Dankjewel. Er is niemand. Ik ben helemaal alleen. Maar dankjewel. Nou, echt heel leuk. Echt superleuk dat het zo leuk versierd is hier op mijn werk. Nou, hadden jullie niet hoeven doen hoor. Maar ik zit weer achter de computer. En ik ga lekker scripts maken. Yay! Vanmiddag heb ik nog wel een les in Doorn. Dat is ook de laatste. Want, zo, sorry hoor. Als je, we hebben zeg maar verschillende rondes. En dan doe je... 6 weken lang op één school, op verschillende scholen. Maar 6 weken lang volgen die kinderen dan lessen van jou. En deze dag is de laatste. En ik ga er ook trakteren. Ik heb lekker chocolaatjes gekocht voor die kids. Kunnen ze vast waarderen. Maar voor nu, aan het werk. Hi! Oh, wat heb ik nou weer? Hi! Goedemorgen. Ik werd wakker als een 22-jarige. Daarachter zie je nog mijn mooie ballonnetjes. Maar goed, ja, ik voel me niet heel anders of zo. Nee, dat kan je wel begrijpen. Ik pak mijn jas. Ik pak mijn jas. En ik heb besloten, net even random, om naar de kapper te gaan. Dus ik trek mijn jas aan. En dat gaat niet zo goed met... Oh, oké. Ja. Sorry, ik kom er even uit.
Dus ik ga naar de kapper. Ik ga gewoon eventjes, niet de hele rare toestand hoor. Maar ik ga even puntjes knippen. En misschien wat laagjes. Maar dat het wel een beetje weer wat frisser uitziet. Want ik vier morgen mijn verjaardag voor mijn familie. Dus dat is wel leuk. Al mijn haar is ook zo statisch, jongen. Niet normaal. Maar ik ga er niet een heel stuk van afhalen hoor. Nee, echt niet. Dit. Nou ja, goed. We gaan het allemaal meelopen te maken. Dus ja, joe. 1 hour later. Zo, ik ben naar de kapper geweest. En het is een beetje weer gewoon de puntjes geknipt wat ik al zei. Wanneer maken ze het af? Wat? Wanneer maken ze het af? Nou ja. En ik heb hier wat laagjes. Zie je wel een beetje. Dat is wat korter dan de rest. Dus ik ben weer super blij. En wat gaan we nu doen, pap? We gaan naar Luttel Geest. Want we gaan... Orchideehoeven, kerstmarkt. Kerstmarkt, Orchideehoeven. Dus dat gaan we doen. Ik rij, dus ja, helemaal goed. Durven jullie het aan? Ja, ik doe wel. Mam? Ja hoor. Oh, die zit even te plassen. Ja, we zijn in de Orchideehoeven. Nou ja, ergens in de ergens. Ergens. Avontuur, jongens. Oh. Ja. Oh, kijk dan die stoeltjes ook echt. Dat is genieten hoor. Met filmen? Ja. Zo, maar net of in de pool. Dus je bang op je. Dus je bloed heeft. Bloed heet die. Bloed heet. Of in Indonesië zijn, hè? We kunnen ook eronder lopen. Avontuur, kom. Dit was lekker wankel. Oh god. Oeh. Wat zeg je, mam? Voorzichtig. Oeh. Ja, ja. Ja, 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 ja. Kijk nou! Mogen we hier wel lopen? Ja. Kijk! Oh my god! Jongens, kijk dit nou even. Hier worden mijn voeten dus echt nat. En hier zijn we gewoon zulke beesten. Maar ik wil heel graag even daarheen. Oké. Okay. Ah! Nee! Mijn sok is nat! Waarom ben ik dan ook zo dom om over die brug te gaan? Ik heb nu echt natte sokken. Maar ja, het was wel even leuk. Je hebt hier ook een vet mooie waterval. Daar kun je ook overheen lopen. Maar dat ga ik niet doen, want mijn sokken zijn al nat zat. We zitten op een wildpad. Pap, wat doe je? Even wild. Oh, we gaan even een bambertje in. Oh, dit is spannend. Oh, kijk, een mooie verrekijker. Ja, waar is moeders? Moeders! Waar is ze? Wacht, ik zie jou niet. Waar ben jij? Ja, daar. Huh? Oh ja, 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 ja hoor, ja, helemaal leuk. Fantastisch. Nee, dat kan echt niet. Pap, zag iets. Oh, wat een vent. Mam, je moet even klappen. Klappen voor de kerstman en hij zal je een beloning geven. Met een prachtig optreden. It's the most wonderful time. Ik ben Boer Harmony, ik kom met Trent en ik kom van disco. Ik ben weer in terug op mijn roots. Ik heb hier een trekker in, baby. Vroeger was het anders trek, maar dit is een andere trekker, hè? Maar zo mooi, zo'n trekkertje. Mooi, man. Oh, hier kiet aan. Je kunt nog even hier, zeg maar. Nummer 6. Ik zeg een tattoo. Tattoo.
Oh, wow! Zo cool. Ik heb het niet. De ezels even alleen laten. Oh. Hey. Hey, mijn broer. Hey. Wat lief. Lief hè, dit. Ja, lief hoor, ben je. Ja, ja, lief. Ik heb een kaartrek. Ja, ik spreek wel deze dingen voor elkaar, hoor. Ga eraf. Hele discussie hierover. In elk geval, het is vandaag zaterdag en ik vier mijn verjaardag voor mijn familie. En ik heb hier echt super lekkere taart. Let op. Slagroomvlaai en appelkruimel. En hier bossenbollenvlaai. Oh mijn god. Super vet. En de cadeautjes die we hebben gekregen zijn die twee van Corina. En dat is samen met deze mega coole gave rugtas. Ik zal hem binnenkort nog even goed laten zien en goed licht. Maar daar ben ik heel erg blij mee. En van Stan heb ik deze oorbellen gekregen. Super leuk. Echt heel blij mee. En oh, moet even goed draaien. En deze armband. Echt heel erg blij mee. Stan, dankjewel. En verder. Ja, familie komt vandaag en vanavond ook. Dus super gezellig dagje. Ja, Rachel is ook aanwezig, maar het is heel de alles wat. Kom. Oh, wacht, hier is licht. Ja! Rachel is ook van de partij. Super leuk. Lekker karaoke aan het blaren. We gaan zo even doen, hè? Ja, ja. Wat gaan we doen? Kun je eens laten zien? Maar ik zeg maar wel fout in de PlayStation, dat jij al je punten had. Oh, dat was Mama Mia. Oh, dat doen we dus niet meer. Nou. En vogeltjes verzwakt en zo verlaten alleen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Hoi. Oh, wat is dit? Regent het nou? In elk geval, wij werden wakker vanochtend en ik keek naar buiten. En let op. Sneeuw. Het heeft gesneeuwd. Het is alweer bijna weg. Maar... Het is nu echt een vieze drap. Maar goed, het heeft gesneeuwd. Superleuk. Met de auto. Gaan we leuke dingen doen. We gaan met de auto. Nee, we gaan niet slippen, Stan. Vind je eng. Oh. Nou, in elk geval. Het ver... Oh, nee, daar gaan we weer. Oh, dat blijft er niet zitten. Wacht, de deur die moet dicht. Ja, oké, hij is dicht. Het feestje was echt super leuk gisteravond. En het plan voor vandaag is dat we naar de stad gaan, want er is kerstmarkt met 70 kraampjes. Kerstscoren, dansen, noem het er maar op. Even, oh, nou. En vanavond komt 100% NL, die gaat dan een radioprogramma doen daar. En ook Django Wagner of zo. Ik kan zijn naam niet uitspreken. En John de Bever die komen. Bezig schat. Dus dat is echt super leuk. En er is lichtjesparade. Die hebben jullie als het goed is vorig jaar gezien in mijn vlog. Als je me al zo lang volgt. Zo niet, dan kijk die vlog nog eventjes terug. Super leuk. Dus dat gaan we doen vandaag. Oh my god. Oh. Een auto. Een auto moet even wachten hoor. Oh, en nog een. Oh, nee. Nou, die gaat even door. Dat is scheelt, hè. Oké, ja, daar gaan we weer. Oh my god. Modeshow van Henk. Modeshow, ik verstond Bodershow. Nee. Kijk nou weer. Wat gaan we doen? Naar de stad. Parade naar de stad en hoe heet dat? Daar komt 100% NL. Precies. Dat hebben we allemaal verteld. Ja. Maar dat gaan we eventjes doen, dus. Dan gaan we. Ja.
We zijn terug van de lichtjesparade en het was heel erg leuk, maar in en in koud. Ik krijg het gewoon nu even niet meer warm, dat is niet normaal. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de volgende week vlog, want ik ga deze nu afsluiten. Een beetje een cliffhangertje, maar ja, dat is wel heel leuk. Dus volgende week zien jullie in de lichtjesparade. Als je deze week vlog nou weer leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doeg! Dag, nee.